daar ben je dan. Kom binnen. Goh, daar ben je dan eindelijk, zeg. We hebben hier zo hard aan gewerkt, joh, in de afgelopen paar dagen. En ik ben zo blij dat je er bent, zodat ik je een beetje een kleine rondleiding kan geven. Maar ik heb je ook alvast een glaasje wijn ingeschonken, ja? Ik hoop dat je een witte, een Pinot Grigio wel lekker vindt. Het is een Californische wijn. En deze is voor jou. Hier, in een blauw glas. Zodat je kan herkennen welke voor jou is. En dan neem ik de groene. Oké? Okay? Proost. Nou, ik heb je niet eens een kus gegeven. Ha. Ik ben zo blij je weer te zien dat het allerbelangrijkste ben ik vergeten. Dus je hebt een paar vraagjes voor me. En ja, laten we maar beginnen. Hè? Is dit een echte open haard of is het voor de oog of voor de sier? Dit is een echte open haard, maar eigenlijk ook weer niet. Want hij is, het is niet een, je doet er geen houtblokken in. Maar als je hier om de hoek komt kijken, dan, dit is echt heel erg grappig. Kom maar deze kant op. Het geeft wel echte hitte, maar hier heb je een schakelaar. En het... Het duurt een paar minuten voordat je dan echt de hitte kan voelen. En het is zo warm op het moment buiten dat ik hem liever niet aan heb op het moment. Want het is, ik denk dat het ongeveer 40 graden is op het moment, Celsius. Dus, nou, wat is dat? Het is about... 98 Fahrenheit. Dus we doen hem gauw weer uit. Maar het mooie van deze open haard is dat als je omloopt, zie je het ook aan de andere kant. En dat was een van de redenen dat ik, toen ik dit huis voor het eerst had gezien, dat was een van de redenen dat ik zei tegen onze makelaar, dit is het huis voor ons. Dus, ja, dus dat is... Dat is de story van onze open haard. En we hebben er ontzettend veel plezier mee. Want ja, het is toch wel een sfeermaker, hè? Een open haard. Dus ja. Hebben jullie dit allemaal zelf gedaan? We hebben het allemaal zelf gedaan. Mijn jongens die hebben ook geholpen. Mijn vriend heeft geholpen. Want het is natuurlijk dan weekend. En dan is hij thuis. En dan doet hij alle klusjes voor mij. En op een gegeven moment, hij wist gewoon hoe, hoeveel... ik heb gewoon een hekel aan vloerdekking. Dus op een gegeven moment, toen zag hij hoe de muren al waren geverfd. Dit hebben we dan een paar jaar geleden gedaan. En... want het was eerst bruin op de muren. En het was gewoon, ik vind bruin op de muren echt niet mooi. Dus toen, toen ik met mijn YouTube-channel was begonnen en, en hij begon te kijken hoe het allemaal ging, toen zei hij van ja, die vloerbedekking is echt niet mooi. Dus de vloerbedekking moet eruit. Benjamin en Timothy hebben geholpen met alles eruit te trekken en alle spijkers en... ja, alle spijkers en de nietjes uit de grond te trekken en alle lijm eraf te schrapen. En ja, we hebben daar wel wat foto's van genomen, dus misschien kan ik je die ook nog laten zien op een dag. En ja, dus toen hebben we alle vloerbedekking opgerold en dat ligt nu op het moment in de garage beneden, want dat moet naar de dump. En ja, dus dat is... dat is op het moment het verhaal van, ja, we hebben dit allemaal zelf gedaan. We hebben geverfd, we hebben de vloer gedaan. De vloer is eigenlijk gewoon een hele erg goedkope vloer. Maar we dachten van, ja, vloerbedekking eruit, voordat we misschien een andere vloer aanschaffen. En misschien laten we het gewoon zoals het nu is. Maar we gaan het aanstaande weekend gaan we
gaan we met een glanslak eroverheen. Zo, want nu is het mat en dan krijgt het heel, dan krijgt het heel erg makkelijk vlekken en het is niet makkelijk verschoonmaken. Dus we gaan met een glanslak eroverheen. En ja, dat is het verhaal van, de, van wat we tot nu toe hebben gedaan. Ja, oh, wat is het verhaal van de zwart-witte spiegel? Ja, dat is een erg mooie spiegel. Die heb ik gekocht toen we 4 jaar geleden nog boven in de bergen woonden. En het is een erg mooie spiegel. Het heeft wel een klein verhaaltje, want toen ik, toen ik klein was, hadden wij een West Highland White Terrier. En dat is deze. En haar naam is Risky. Was toen Risky. Ja, natuurlijk leeft ze niet meer. Ze is op een hele erg ongelukkige manier overleden. Ze is overgereden. En ja, die hond zat me heel erg dear to my heart. We hebben haar ongeveer 5 jaar gehad. En ja, toen ik... ik hou heel erg veel van thrift shopping. En toen ik die spiegel zag, toen was ik helemaal verliefd. Toen dacht ik echt van, nou, die spiegel, die moet ik mee naar huis nemen. En ik denk dat ik er maar $20 voor heb betaald. Maar die spiegel is nu de inspiratie van deze kamer. Dat het maakt het eigenlijk makkelijker voor mij om kleuren te kiezen voor deze kamer. Dus ik kan zilver kiezen, ik kan goud kiezen, zwart, wit. Ik kan die kanten op en het ziet er gewoon goed uit en het past allemaal bij elkaar. En je volgende vraagje. Het slaapkamerset. Ja, die. Die is, even een slokje nemen hoor. Deze komt, die hebben we niet hier gekocht. Deze hebben we in Nederland gekocht. Ongeveer, Cheyenne is nou 24 jaar. Ja, nou, dat was in 2001. In 1999 hebben we deze gekocht. In Haarlem. Ik vond het een ontzettend mooi slaapkamerset. En het komt met deze nachtkastjes. En omdat ik in dit huis het veel mooier vond om het bed in, schuin in een hoek te hebben, dan konden de kastjes niet waar normaliter een nachtkastje hoort te staan. Hebben we besloten, weet je wat, dan zetten we hem hier neer. En dan zetten we deze voetstoel, zetten we dan tussenin. En het paste precies. Ja, dus het paste precies. Dus het ziet er gewoon echt, ja. Dus deze hebben we in Nederland gekocht. In Haarlem. De kroonluchter, hoe kom ik daar aan? Hij ziet er oud uit. De kroonluchter is niet oud. Die heb ik oud gemaakt. Het had een hele grote lampenkap erover. En ik heb hem voor $5 gekocht in een, op een vlooienmarkt. En dat is wel een leuk verhaal. Want toen der tijd, een paar jaren geleden ben ik gestopt. Nou, ik denk dat het ongeveer 3 jaar geleden is, of nee, 4 jaar geleden, dat ik ben gestopt met werken op een, het was genoemd een vintage marketplace. En daar ging ik altijd naartoe, want ik maakte toen kleding voor country western style. En ik moest dan mijn eigen tent, waar ik al mijn spullen verkocht, waar ik mijn kleding verkocht, moest ik dat ook er heel erg mooi uit laten zien. En ik vond gewoon de vintage, antieke sfeer vond ik het mooist. Dus deze heb ik eigenlijk toen gedecoreerd voor mijn booth. En ja, deze kristallen, die heb ik er zelf aan gehangen met ribbon. Goh, ik kan eventjes niet op het Nederlandse woord komen. Zijde of satijnen strikken eigenlijk.
Dus ik heb het gewoon hier toen aangebracht met een simpele knoop erin. En om het dan een beetje een easygoing gevoel te geven. Gewoon lekker vrij en landelijk. Heb ik toen een stukje muslin eraan gehangen. En kaasdoek, muslin noemen ze dat hier. Ja, sorry hoor jongens, maar ik ben wel, ik ben al een tijdje weg geweest. We zijn verhuisd in 2001. Dus het Nederlands, daar moet ik soms nog wel een beetje, dan kan ik niet helemaal uit mijn woorden komen. Maar aan het einde van deze video, dan heb ik het allemaal wel op een rijtje hoor. Dus de volgende vraag is, je bureau, is dat van hier? Is het een antiek? Dat bureau is nu inderdaad een antiek. Deze komt helemaal uit Nederland. Hebben we ook uit Nederland met ons meegenomen, net zoals het bedset. En deze heb ik in Nederland gekocht in de Witte de Witstraat. En daar hadden ze toenertijd zoveel... er zit een beetje veel licht, hè, hier in het beeld. Kom maar even hier uit het licht. Dit is beter. Het is wel een beetje... erg veel licht hoor. Sorry hoor. Maar anders is het zo donker. Dus deze komt uit de Witte de Witstraat in Den Haag. Thaïsje was toen nog een klein meisje. En zat in de kinderwagen. En ik was gewoon erg benieuwd naar andere straten. En ja, voor ik het wist zag ik dit bureau. En volgens mij komt het van... de Salvation Army. Nou kan ik weer niet op het woord komen. Maar het is... Zoals je hier in Amerika heet het dan Goodwill. Het was hetzelfde soort idee. Mensen doneren hun spullen. En deze heb ik dus gevonden in een van die winkels. En ik was gewoon op slag verliefd. En het is, ik denk dat het nu toch wel zeker 100 en 125 jaar oud is. Aangezien ik hem nu al heb voor bijna 25 jaar. En ik kwam met deze stoel. En het is eigenlijk wel heel erg mooi, want er zit hier een opening in de rugleuning. Dus dan kan je dat hier mooi zien. Een beetje lager? Ja. Dus, ja. Het is echt een heel, heel mooi... En het is niet gelijnd, hè? Dus, ja, dus het verhaal van het bureau. Heel mooi. Bureau. Ik kan er gewoon geen afstand van nemen. Dus ik doe wel gauw weer het gordijn dicht hoor, want het wordt een beetje warm hier. Zo. Wat is het allernieuwste dat we aan deze kamer hebben toegevoegd, gedaan of veranderd? Nou, zoals ik al eerder zei, afgelopen weekend hebben we heel hard gewerkt aan de vloer. Dus dat is eigenlijk het allernieuwste wat we hebben gedaan aan deze kamer. En we hebben de vloerbedekking eruit gehaald. En we zijn gelijk gaan verven met een goede grondlaag. Zodat wij zijn niet de eerste bewoners van dit huis. Maar de vorige bewoner of eigenaar had huisdieren. En er zaten toch wel wat vlekken op de vloer. En dat ziet er natuurlijk niet mooi uit. Dus we zijn toen met een hele goede grondbedekking of een verflaag zijn we er overheen gegaan, zodat alle luchtjes en vlekken gewoon in het verleden zijn. En dan het allernieuwste aan dingen die je dan ook kan zien, is de gordijnen. We hebben deze gordijnen aangeschaft en John, mijn vriend, die heeft die pijpen opgehangen en die haken. En toen heb ik gauw op Amazon gordijnringen aangeschaft. En deze gordijnen zijn ongeveer
96 inches lang. En ik heb hier nog een ander paneel. En dat is voor aan de glijdeuren. Want dat hebben we op het laatste moment besloten. Dat we ook eigenlijk gewoon gordijnen daar willen ophangen. En dat is wel het mooie. Want we hebben een gigantisch balkon hier. En ik denk dat het de kamer af zal maken. Als we hier ook gordijnen hangen. En ik ben op het moment aan het wachten. Want ik heb op Amazon van die hele lichte witte gordijnen aangeschaft. En die gaan er dan voor hangen. Want ik vind de... Daar heb je het weer. Kan niet op het woord komen. Maar ik vind dit een beetje koud. Dus we gaan dan... ik vind witte vitrages mooier. Dus ik heb witte vitrages besteld. En die gaan hier gewoon... Die gaan hier dan van de tweede... die hangen we hier ook gewoon aan voor de overgordijnen. En ik vind dat gewoon mooier dan dit plastic gedoe. Dus, omdat het hier zo heet is overdag in de zomer en nu is het herfst en het is nog steeds heel erg warm, willen we deze nog niet wegdoen. Want het is gewoon, het helpt heel erg met tegen de hitte. Want wij gebruiken de airconditioning niet zoveel. Want het is gewoon heel erg duur. En alleen als het echt, echt, echt heel erg heet wordt. Maar daarom hadden we deze gordijnen. En het maakt gewoon de kamer wat warmer. Het maakt het af. En het laat ook... het laat geen licht in. Houdt de hitte buiten. Want het, vanwege de... Die dikke laag die het aan de binnenkant heeft. Die isolatie. En... wat ik het mooiste vind van de hoogte die John heeft gekozen, is het lijkt alsof het plafond hoger is dan het is. En dat vind ik toch wel heel erg mooi, want ik mis dat wel een beetje van de Nederlandse huizen. Het huis waar we in woonden voordat we naar Amerika kwamen, was een ouder huis en dat was in Scheveningen. En dat huis was al 100 jaar oud toen wij het verlieten. En het had hele hoge plafonds. En dat was zo mooi. En dat vind ik toch wel iets... Ik hou toch wel van de architectuur. Hè? Dat niet alles recht is. En dat vond ik heel erg mooi van deze kamer. Dat het heeft al die verschillende... Ja, dus nou, dwaal ik helemaal af. Maar ja, dus dat is het nieuwste wat we hier hebben gedaan. Die de gordijnen. En... Oké. Zo. En zie, zelfs nu ze dicht zijn, is er net genoeg licht. Die spiegel is gigantisch. Hoe kom ik daaraan? Ja, hoe kom ik daaraan? Nou, mijn vriend, die... ik blijf hem gewoon lekker mijn vriend noemen, want dat is hij ook wel. Hij is mijn allerbeste vriend. En hij is zo ontzettend handig. Maar hij is een loodgieter in de nieuwbouw. En dus hij gaat niet van huis naar huis. Dat doet hij al jaren niet meer. Maar hij is dus in de nieuwe constructie, nieuwbouw voor kantoren, kerken, scholen. En dit keer met deze spiegel, toen had hij de opdracht gekregen om het gebouw bouwklaar te maken. En nu zit er een restaurant in. En hij was toen bezig met het bouw klaar te maken voor al de pijpen aan te leggen voor die, voor, wat was het naam ook alweer? De Cheesecake Factory. Ja, dat was voor de Cheesecake Factory. En er zat eerst een boutique in, een kledingzaak. En daar hadden ze deze gigantische spiegels. En het mooie ervan is... Je kan hem dichtvouwen, maar hij is ook ontzettend warm. Niet warm, maar zwaar.
En ik krijg het er gewoon warm van. Dus zie, ik kan hem dan gewoon helemaal zo manoeuvreren. Dat ik mezelf echt kan zien van allerlei richtingen. Dus ik zet hem weer even open, want hij moet gewoon open zijn. Want anders dan is hij een beetje uit balans. En dan gaat John binnenkort een lamp erachter hangen, zodat het verlichting geeft. Dus ik kan niet wachten. En dan het volgende wat we nog moeten doen eigenlijk is alle kieren onder de baseboards, die moeten we opvullen. En dat ziet er nu allemaal niet zo af uit, maar dat is niet zo erg joh. Dat komt allemaal wel goed. Is dat een echte grammofoonplayer? Dit is, hij speelt echt, maar op het moment kan ik hem niet aanzetten. Ik hoop dat ik hem een deze dagen of maanden, dat ik hem kan laten maken. Dat ik hem kan laten repareren. Hij moet hier en daar een beetje, hij heeft een beetje liefde nodig, denk ik. Hè? Maar ik heb deze ook op een markt gekocht, ook in Haarlem. Hij is een reproductie, maar op een gegeven moment wordt hij natuurlijk wel echt antiek. Dus het is wel met de hand gemaakt en het heeft ook echt zo'n hendel, hè, daaraan dat je hem dan zo kan opladen en dan gaat het draaien en dan speelt het. En er komt echt een gigantisch luid geluid uit. En soms zet ik er voor de gein zet ik mijn telefoon erin en dan weerkaatst de akoestiek is zo mooi en het weerkaatst dan in de hele kamer. Zo, dat was het verhaal van de grammofoonplayer. Ik moest eigenlijk een lamp kopen voor ons huis toentertijd. En John zegt, heer, gaan we naar de markt. En zie maar waar je mee thuis komt. En hij zei altijd tegen mij, oh, ik vind die grammofoonspeler zo mooi, hè. Ik zou er zo graag één willen hebben. En ik weet nog heel goed dat die vriendin waar ik toen mee was gaan winkelen, die was dan bij mij. En we waren net begonnen en de auto was zo ver weg geparkeerd. En toen hem kochten hebben we door de hele markt gelopen met die grammofoonspeler. Maar nu is die dus met ons meegekomen vanuit Nederland. En ja, is nu part van de familie. Oh ja, begin maar niet over mijn schoenen. Ja, het zijn er heel veel en dit is niet alles. Want ik heb nog een kledingkast aan de andere kant van, van onze kamer. Dit is gewoon deze, onze hoek neemt ongeveer een kwart van de bovenverdieping in beslag. En John en ik maken dan altijd een grapje dat wij ons eigen appartement hier hebben. Dus ja, al die schoenen. Dit zijn de schoenen die ik op het moment kan dragen. Deze is hier voor de sier. Ik heb ze wel gedragen, ongeveer 5 jaar geleden in Las Vegas. Maar nu is het niet echt de stijl. Maar ik vind ze zo mooi dat ik ze gewoon eigenlijk niet weg wilde doen. Dus ik denk van nou, ik hou ze lekker hier. Hè? En draag ik ze allemaal? Ik heb ze nog niet allemaal gedragen. Maar tot, ja, deze. Deze heb ik nog niet gedragen. Dit is echt mooi, hè? Daar kan je iemand echt goed pijn mee doen. En deze heb ik nog niet gedragen. Want het was eigenlijk meer voor in de winter. En ik heb ze nu sinds december 2019. En ja, toen ineens begon de corona. En toen konden we niet meer uit. En nu kunnen we nog steeds 's avonds niet uit. Dus ik heb... Ja, en deze heb ik nog niet gedragen. Want ik draag schoenen met zo'n hak alleen maar 's avonds. Of als we een trouwerij hebben of wat dan ook overdag. Maar hier mogen wij niet eens bij elkaar komen voor een trouwerij op het moment vanwege het virus. Dus, maar het is wel de bedoeling dat ik ze allemaal draag, maar de gelegenheid is er nog niet, is er gewoon nog niet. Oh, hier, dat kan ik nog wel even vertellen. Dit is de verf. Ja, ik ga deze spiegel van de week proberen te verven, het hout. Want dan komt het allemaal mooier bij elkaar. En ik heb een beetje een zilveren kleur metallic uitgekozen. Dus ja, dat is een nieuw project.
Zo. Ik denk dat ik je nou toch wel alles heb laten zien. Weet je nog dat... Weet je dat ik hier ook nog schoenen in heb? Ja, dat zit ik ineens aan te denken. Oh, de badkamer? Nee, lieve schat. De badkamer? Dat is een rommel. Dus ik denk dat het tijd is voor jou om nu weg te gaan. Hey, het was leuk je weer te zien, hè? Dag!